verschillende plaatsen in Nijmegen werden woensdagmiddag zogenaamde kennistafels georganiseerd door Stichting Operatie Steenbreek. Deze stichting wil ervoor zorgen dat er meer groen in tuinen komt, zodat wanneer het regent niet al het water in de tuin blijft staan. Daarom organiseert de stichting 2 keer per jaar ontstenings- en vergroeningsacties. En woensdag gingen wethouder Harriet Tiemens en weervrouw Margot Ribberink aan het werk. In een Nijmeegse tuin maakten tegels plaats voor groen.